Jij bent van de partij Onafhankelijk Delft. Als ze op het stadhuis zeggen we moeten bezuinigen, wat zeggen jullie dan? Laat ze lekker zelf bezuinigen, want die gemeente die heeft geld zat. Helemaal lullen over bezuinigen. Maar jou pakken ze aan je taart. Laat ze lekker zelf beginnen met bezuinigen. Iedereen moet bezuinigen, behalve hun niet. Laat ze lekker zelf beginnen met bezuinigen. Zit er lekker op een leuke krent in het Europese pleurisparlement. Laat zij nou eens een keer gaan bezuinigen. Ja, even hun niet, een grote dikke Mercedes. Zie ik zo bleek soms. Doe, laat ze lekker zelf eens een keertje bezuinigen. Jan-Peter, heeft jullie partij, Onafhankelijk Delft, ook daadwerkelijk raakvlakken met de tegenpartij? Ja, heel veel. Want Martin en ik zijn allebei twee rebellen. En we schoppen graag tegen de heilige huisjes, tegen de gevestigde orde. En ja, we zijn vaak tegen wat ze voorstellen. Ze zijn bang voor ons. Waarom? Wij zijn onberekenbaar. We kennen de hele stad. We weten alles van deze stad. We weten hoe de mensen heten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf wel 40.000 namen zou kunnen noemen die hier in Delft wonen. En dat is natuurlijk een voordeel. Als wij meer geld hebben, dan kunnen we ook meer geld uitgeven. Hoe bedoel je dat? Nou, als je meer geld in je portemonnee hebt, dan kan je gewoon leuke dingen doen in het weekend. Kan je meer kopen en dat is juist goed voor de economie. Dat klinkt niet als hogere wiskunde. Nee, maar dat is ook vrij simpel economie. Het is eigenlijk een heel simpel vak van, het geld moet rollen. Laat ze eerst maar eens beginnen met die grenzen dichtgooien. Dan kunnen die blanke werklozen eens een keer een handen laten wapperen. Yo, ik ben al 5 jaar werkloos, hoor mij trouw niet kanker, tikje. Je moet alleen zorgen dat je op tijd tot de point bent. Als je jullie dan zo ziet en hoort, zou je misschien denken, nou, dat zijn nieuwkomers, maar jullie zitten al in de raad, hè? Ja, we zitten in de raad en we zijn een lokale partij. Hoeveel zetels? We hebben op dit moment 4 zetels. Dat ze nou lopen te al hoeren over die 35-urige werkweek. Dat zijn geen eens 2 dagen. Waar maakt u zich hier in Delft hard voor? Nou, onder andere voor de naaklopers. En waarom? Nou, omdat ik vind dat toeristen hebben ook een mogelijkheid. Dat is homofielen hebben ook een gelegenheid. En andere bevolkingsgroepen die anders denken dan de gemiddelde, die hebben allemaal rechten. Als je naakt bent, dan in deze, ik weet het niet, maar in principe valt alles van je af. Ik bedoel, mensen uiten zich meestal via kleding. Maar als je naakt bent, dan ben je helemaal jezelf. Maar wij zijn voor gewoon naaktstrand. Ik leg het niet op tafel. Nee, niemand durft hem aan te pakken. Echt niet? Nou, jongens toch. Jij zegt eigenlijk politiek, dat kan iedereen. Ja, in principe wel. Dat zie je ook in de Tweede Kamer. Dat er mensen, toch veel mensen zitten waarvan ik denk, nou, dat zou ik ook wel kunnen. Samen voor ons ergen. En laat de rest de rambam krijgen. Vuile tyfusleier, hè?